Lieve allemaal, deze vijfde editie van het Amsterdam Buurtfilmfestival is helaas tot zijn einde gekomen. Maar wij hopen natuurlijk dat jullie thuis en al deze filmmakers en bezoekers ontzettend hebben genoten van deze bijzondere editie. Waarbij we met een klein gezelschap gelukkig hier in de Openbare Bibliotheek hebben mogen zitten. En waar gelukkig ook heel veel mensen thuis hebben mogen genieten van dit mooie festival. Achter mij heeft inmiddels de jury plaatsgenomen. Die bestaat uit vier mensen, waarvan er twee, namelijk Jacqueline en Ahmed, thuis hebben deelgenomen aan het juryberaad. En hier Melouki en Leo achter mij zitten, die hier de hele dag fysiek aanwezig zijn geweest en al deze mooie films hebben kunnen bewonderen. Wij zijn natuurlijk ontzettend benieuwd hoe zij dit hebben ervaren en hoe zij tot hun keuze zijn gekomen. Dus dat gaan we even aan ze vragen. Melouki en Leo, super fijn dat jullie hier zitten, nu hier op het podium en de hele dag al hier op de tribune, maar natuurlijk ook al boven stiekem in een hoekje met beraad en om tot jullie keuze te komen. Hoe was deze dag? Want het is voor jullie ook de eerste editie op deze manier. Hoe was het om het mee te maken en hoe vonden jullie de films? Een mooie, versnellende stroom van prachtige beelden. Inzendingen die de maatschappelijke relevantie voor de buurt in deze tijden lieten zien. Creativiteit, mooie technieken. Prachtig qua inhoud. Anders dan de vorige jaren, want op afstand, alhoewel een beetje blended. Voor een deel hier in real life of online. En voor een deel online, maar altijd gecommitteerd. En jij... Ja, ik verval in de jury-clichés. Het is altijd weer vreselijk moeilijk om te kiezen. Zijn ze toch weer allemaal waar, die clichés, toch? Ja, maar daar zijn ze ook voor bedacht en kloppend. Hoe heb ik het ervaren? Het is gek om niet in een wat vollere zaal te zitten en het kijken te delen, want dat is altijd zo leuk, samen kijken. Tenminste, vind ik altijd, in je eentje is altijd zo saai. Ik hoop toch dat al die kijkers thuis ook hebben genoten of misschien met z'n allen op de bank hebben gezeten. En gelukkig kan er ook nog worden nagekeken. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Ik zit hier als jurylid, maar ook als Amsterdammer, als fan van het Amsterdams Buurtfilmfestival. Ik ben zelf ook filmmaker. Het was fantastisch weer. Het was een ongelooflijk diverse inzendingen. Van fictie tot documentair. Charmant en eigenlijk klein gefilmd tot met groots uitgepakt van een hoog professioneel niveau. En dat is nou juist wat dit festival zo bijzonder, dat dat allemaal samen kan. Dus, ja, want we hebben natuurlijk vanaf 2:15 vanmiddag echt van alles voorbij zien komen. Hè? Ja. Dus heel veel verschillende mooie dingen kunnen zien, kunnen genieten. Dus ik kan me voorstellen dat een hele lastige keuze is geworden. Maar ik ben natuurlijk ook samen met jullie allemaal hartstikke benieuwd naar wat die keuze uiteindelijk is geworden. Voor iedereen zometeen, er is volgens mij met winnaars ingebeld, hè, via Zoom volgens mij. Dus ik weet ook nog helemaal niet wie het zijn. Maar dat gaan we dus zometeen op die manier allemaal samen meemaken. Dus ik ga het podium aan jullie overlaten. Helemaal goed. In ieder geval hartstikke bedankt voor deze bijzondere dag en jullie vakkundige blik. En verras ons. Jaika, dank. Jullie ook. Dankjewel, Jaika. Zullen we bij gaan staan? Dat is net iets actiever. Dank jullie wel. Zoals gezegd, we vervallen in clichés. Het is ontzettend moeilijk om te kiezen. Wij willen graag beginnen met een prijs waar we sinds 2 jaar is dat geloof ik aan de hand. Dat we behalve filmmakers ook degene die gefilmd worden willen belonen. En in dit geval noemen we dat dus de prijs voor de Amsterdammer in beeld. Is uniek. Ik denk dat er geen enkel filmfestival dit doet en wij wel. Dus ik hoop dat we een trend gaan zetten. Want als filmmaker weet ik als geen ander hoe belangrijk het is dat je ook de medewerking hebt van degene die voor de camera staat. En dat is helemaal niet zo'n makkelijke plek. Weet ik ook weer nu ik hier zelf weer even zo sta voor een camera. Als Amsterdammer breng je eigen Amsterdam in beelden. Zo mooi en zo belangrijk dat je ook in beelden gebracht wordt. Ja, precies. De prijs voor Amsterdammer in beeld. Ik pak hem er even bij. Of misschien pak jij hem erbij. Als het goed is, hebben wij... Deze houden we nog eventjes een beetje geheim. Ja, natuurlijk. Als het goed is, hebben wij een live verbinding met
Amar. Amar. Klopt dat? Is Amar zichtbaar? Zien wij hem? Galaxie. Zien wij hem daar? Ja, kijk hem daar rechtsboven zwaaien naar ons. Amar is gefilmd door Zuidoost TV. Amar, we hebben begrepen dat dat voor jou niet altijd even makkelijk was. Dat dat best een beetje spannend was. Dat je buurvrouw daarbij heeft geholpen. Maar wij vinden het zo belangrijk dat Amsterdammers zoals jij in het licht worden gezet en daarvoor beloond. Voor hun dapperheid, hoe ze hun kracht en hun kwetsbaarheid zomaar met ons willen delen. Want wat ben jij een inspiratie voor heel veel mensen. Voor degene die het niet heeft gezien, Amar zat namelijk in het blok van het online cocktail. Amar, ben je nog steeds 9 jaar of ben je inmiddels 10 jaar? 10 inmiddels, is 10 jaar. Maar hij zorgt heel veel voor zijn soms best wel zieke moeder. En dat is heel knap. En dan ook nog voor je broertje erbij, of is het je zusje? Ik weet het even niet. Een broertje. Ja. Nou, we hebben hier een prachtige bokaal. Maar dat niet alleen. Iedere winnaar van het Amsterdams Buurtfilmfestival krijgt ook een geldprijs. Dus dat is best wel leuk, denk ik. Misschien kan je iets leuks met je moeder voor gaan doen en je broertje. Kijk eens. Gefeliciteerd. Amar. 300 euro voor jou. Kijk eens. Oh, nou, hartstikke goed. Hulde. Dankjewel. Deze bokaal kan je nu niet in ontvangst nemen, maar daarvoor hebben wij Patrick Dorder van Zuidoost TV, die achter dit filmpje staat ook. Patrick, kan jij even naar voren komen? Applaus. Gefeliciteerd. We doen dat. We doen dat zo. Inderdaad, fantastisch, want hij verdient het. Maar zonder jou was het er ook niet geweest, toch? Klopt. Kan je nog iets meer vertellen over hoe de film tot stand gekomen is en wie hem gemaakt heeft? Het is onder jouw bezielde leiding, maar toch? Ja, nou ja, we maken een serie eigenlijk over mantelzorgers. En heel veel mensen in Zuidoost weten er weinig van. Sommige mensen zijn mantelzorgers zonder dat ze het zelf weten. Maar we willen ook altijd een serie maken waarbij allerlei aspecten van mantelzorg naar voren komen. Nou, één daarvan is dat er dus heel veel kinderen zijn en jongeren zijn die voor ouderen moeten zorgen. En ja, toen zochten we en iemand van ons team, die woont uniek ter Borg, woont naast hun zo'n beetje. En die zei, ja, ik ken iemand en ik ga met ze praten. En ze kon nog niet echt filmen, uniek. Maar even een paar lesjes gegeven en ze is gaan filmen, want alleen met haar zou het lukken. Nou, zo horen we weer. Ook hartelijk dank, Uniek. Ik weet niet of jij ook meekijkt voor het maken van dit belangrijke werk. En een heel groot applaus voor Amar en zijn moeder en Uniek. En Zuidoost. Bravo. Maar Patrick, draai je maar weer om en kom maar weer terug. Ja. Ja, want er is een tweede prijs. En die... ja. En die is voor jou. Patrick, jij bent de tweede winnaar. Voor dit jaar, wat de Amsterdamse Buurtfilmfestival jury betreft, ben jij de tweede winnaar van de prijs. Dit omwille van jouw belangrijke werk voor Zuidoost TV. Voor filmpjes als het filmpje over Amar, maar ook zeker over Julian die ging voetballen. Wij beiden zijn oprecht bij beide filmpjes ontroerd geweest. Wij zelf ook. Ja. Gaan we nog een keer? Nog een keer, hier op het podium. En dat is echt heel belangrijk werk. Dat deze verhalen uit Amsterdam, uit alle hoeken en gaten verteld worden. En dat kan niet zonder filmmakers zoals jij. En daarom willen we je belonen. Niet alleen voor dit werk, maar ook voor al het werk wat je al geleverd hebt. En dat is heel wat. Nou, hartelijk applaus voor Patrick Dorder. Alsjeblieft. Het is zo belangrijk dat mensen zoals jij Amsterdammer in beeld brengen. Amsterdammer ook ondersteunt om een eigen beeld van een eigen familie, buurt, met de rest van Amsterdam te delen. Je bent een intermediair, je bent een drager. Dank. Heel veel dank, alsjeblieft. En ook voor jou. Ook nog. Een prijs. Ja. Dank aan alle mensen in Zuidoost die ons zodanig vertrouwen.
Dat we eigenlijk bijna altijd kunnen maken wat we willen maken. En omdat ze weten dat we deze doelstellingen hebben om ervoor te zorgen dat het beter gaat met Zuidoost. Dus vandaar. Bedankt iedereen in Zuidoost. Dankjewel, Patrick. Dankjewel. Super. Ja. De derde prijs. Oh, dit was even een even nadenken, even wieken en wegen. En er zijn dit jaar toch heel belangrijk, mooi, kwalitatief goede inzendingen geweest. 2020 zal ook blijven als een jaar waar mensen in Amsterdam, Amsterdammer, een kwaliteit laten zien. Amsterdam 2020, dat blijft ook het jaar waar wij nog steeds in een moeilijk tijd leven, de coronapandemie. Het is ook een tijd waar alles versnelt. En eigenlijk, als je elkaar niet meer bij het buurthuis op straat zomaar kan ontmoeten, dan wat ga je doen? Je gaat online, dat doen wij vandaag. Dus dat element van coronapandemie, digitalisering van de samenleving, het perspectief van kwaliteit van de inzending, heeft ons laten een moeilijk besluit nemen. Ja. Welke, Leo? We hebben gekozen, kunnen wij weer contact krijgen met de mensen die online zijn? We hebben gekozen voor een film die van hoge kwaliteit was en die dus het belang inderdaad van Amsterdam als buurt. Amsterdammers bestaan in vele soorten en maten. Het trekt mensen van over de hele wereld aan en wij vergeten wel eens dat er ook een heel groot deel expats in Amsterdam wonen. En die vormen ook een deel van deze rijke Amsterdamse stad. Amsterdam bestaat uit theatermakers, uit filmmakers die het in deze tijd extra zwaar hebben gehad. En, maar dat is wel belangrijk dat we daar aandacht aan schenken. En we hebben gekozen voor Fever. Dreams. Dreams. En ik zie dat Daniel Hillel terug is online. Proficiat. Leo heeft het goed gezegd. De kunstsector heeft het moeilijk op dit moment. Oh, en jullie hebben... Kijk eens, er is iemand in real life. Katrien, kom. Kom, wat goed. Wij wisten niet of... Welkom. Ja. Dank jullie wel. Ja. Daniel is mijn mederegisseur. Dus misschien, Daniel, wil jij gewoon aan het woord zijn over... Moeten we in Engels nu ook? Nee, is goed voor ons allebei. We zijn bedankt voor dit. Zodat ik me hier in de achtergrond, de andere, dus Christine kan deze prijsje mee naar huis nemen. Dat is heel fijn om mee te kunnen kijken. Het festival vanaf thuis. En ik voel een klein beetje alsof we in onze eigen film zijn. Want nu zit ik op Zoom, op een grote scherm, op een podium. Het is allemaal best bizar. Maar ontzettend bedankt. En natuurlijk bedankt aan Christine, die dit film heeft gemaakt ook. Ja, dank jullie wel. Ja. Het is echt, echt een En eer. Misschien, wat er wordt veel gezegd, de expats leven ze wel in Amsterdam. Ze hebben hun eigen bubbel. In jullie film laat zien dat je in een soort digitale buurt leeft, dat wereldwijd is, maar heel erg Amsterdams, heel erg Mokums. Vertel. Mokums. Ik heb echt gewoon mijn ervaring als Amsterdammer en als migrant naar Nederland gewoon probeert in de script zeg maar te vertalen naar iets dat ik zag dat het was een ervaring dat wij delen eigenlijk dat wij als Amsterdammers delen als Nederlanders delen en het is echt verschillende herkenbare scenario's en ik vond het echt heel belangrijk om gewoon de ervaring van de kunstmakers, van de creatieve mensen die zo zwaar geraakt worden door de coronacrisis. Echt gewoon hun werkelijkheid te delen en gewoon echt met een kritische blik ook op wat gebeurt daar eigenlijk als we echt onze steun van onze creatieve makers gewoon
Absoluut. Ja, ja, en we staan hier in een theater en we ervaren aan den lijve hoe jammer het is dat dit niet vol kan zitten. En dat is ook wat ik vind dat jullie op bewonderenswaardig wijze hebben verbonden. Hoe het theater naar online is verschoven. Hoe het kletsgesprekje in de buurt, weliswaar soms op 1,5 meter afstand, maar ook naar online is gegaan. Ja. En wij een deel van Amsterdam zien wat echt heel belangrijk is. Want de kleur, de verschillende culturen, de verschillende kunstenaars maken Amsterdam tot wat Amsterdam is. En ja, verbindt. En theater kunnen we eigenlijk niet missen. Ja. Eigenlijk niet. En Orange Theater Company die heeft ons ondersteund. Ja, dat is hun missie om eigenlijk Engelstalig theater te verbinden met Amsterdam, met Nederland. Dus ik vind het echt mooi gedaan. Gelukkig. Welkom in de buurt, zullen we zeggen. Ja, alsjeblieft. Jullie voor jullie allemaal. Ja. Ja. Dan zijn we deze prijs, dat is de publieksprijs. Ik wil jullie allemaal aanraden om online te stemmen op alle films die jullie nog niet gezien hebben. Dus nog een heel blok online. En mag ik bij deze gewoon gelijk verklappen? Deze jongen die heeft de helft van de stemmen binnengehaald. 51%. En dat maakt hem gelijk de winnaar van de publiek prijs uit ABFF. Bijzonder huisgemaakte prijsje. En ook mooi timing van de kerst. Heeft hij deze jongen ook nog een mooie duik zo van. Zie je het gedaan? Daar krijgt hij. Nou, dat is dus Elias voor jou. Vandaag nog blijft bij ons hier, bij het ABFF. Morgen nog. Je mag wel best rustig gaan slapen. Maar ik kom zelf op donderdag langs om dit jou te overhandigen. Wat gek. Ja. Dat je dat doet en ik ben blij voor Elias dat je gewonnen heeft. Nou ja, ik vind de publieksprijs nog mooier dan de juryprijs, want het publiek is. Het gaat om publiek. Wij willen iedereen hartelijk bedanken. De kwaliteit was heel hoog. Het was moeilijk om te kiezen. Ach, ga ik weer, cliché. Maar goed, dat is echt waar. En sommige mensen in het bijzonder willen we bedanken, ja. We willen nog, enkele mensen willen nog één speciale jury aanmoedigingsvermelding doen. Dat is geen prijs, maar we vinden het wel even heel belangrijk om gezegd te hebben. En dat is Arsema, daarboven. Mekonne, we vinden het zo. Jouw filmpje is zo ontroerend en ontwapenend en we hopen dat je hier alsjeblieft mee door wil gaan. Je laat in de kern zien jouw liefde voor de Indische buurt en zo dapper, je kent de term nog niet, maar een soort coming of age. Je wordt groter en je laat jezelf zien en je noemt je filmpje mezelf. En dat vind ik ook zo mooi, dus alsjeblieft ga ermee door. Je bent een goede filmmaker. Blijf jezelf. Ja, de jonge makers, zo belangrijk om ze te benoemen. Het woord geef ik over aan Jan. Hartelijk dank, Malouki ook, voor samen weer hier uitkomen. Jan komt eraan en hij wil nog iemand. Ja, goedenavond. Ik ben Jan Dijk. Ik ben bestuurslid van de stichting Aimero, die nauw geaffilieerd is aan het ABFF, het Amsterdams Buurtfilmfestival. Ik heb overleg met mijn medebestuurslid, maar zij wil niet in een dubbelrol spelen vanavond. En daarom voer ik hier het woord om toch nog even een woord te spreken. Niet alleen voor alle juryleden en moderators die voor de vierde keer of voor de vijfde keer, volgens mij voor de vierde keer, exact dezelfde zijn waarmee we denk ik in de buurt zitten van een soort Guinness Book of Records record. Dat de mensen. Maar natuurlijk speciaal wil ik hier even in dit heel moeilijke jaar, daarom wil ik dat per se even doen als bestuurslid, Kibret Valwe zijn waarderingen uitspreken dat hij dit festival toch tot een succes heeft kunnen maken. Ik weet hoe de moeilijkheden geweest zijn. Heeft de Afrobiep heeft hij opgericht, wat intussen al een onuitwisbare indruk gemaakt heeft. En ik vind in dit moeilijk jaar een extra reden om Kibret even te zeggen dat het
heel goed is dat we nu ook van alles weten over de nieuwe maatschappij, over Amsterdam-Noord, over criminaliteit en verslaving en weet ik niet wat allemaal. Afgelopen nacht werd ik af en toe mij nog gillend wakker van hoe moet het toch gaan vandaag? Dat gaat pas helemaal mislukken. En ik had een reader meegenomen om meneer het allemaal nog een eindje te kunnen lezen. Dat is helemaal niet nodig. Het festival is opnieuw een groot succes. En ik heb uit een eer van hem begrepen dat hij volgend jaar natuurlijk onder voorwaarden dat het allemaal kan. Wil hij hier graag een 2-daag festival van maken. Uit uw grondige voorbereiding. Maar ik wens Kiebreit ook dat je de komende tijd de tijd gaat hebben om een paar films van A tot Z te bekijken. Desnoods van een DVD bij mij thuis. Kiebreit, geweldig. Enorm. Wauw. Dankjewel, Jan. Had ik niet verwacht. Poeh, wat een festival. Mooi. Ik dacht dat het... Lange dag, maar voor mij was het echt korte dag. Was het ook voor jullie lange dag of voor jou is het korte dag? Nou, een korte dag. En als ik mag van de moderator, dan neem ik nu de vloer al. Dan kan ik ook mensen in de zaal van harte bedanken voor jullie aanwezigheid. Voor de ook mensen van het huis die naar het ABFF kijken. Nou, dank jullie wel. En we zijn nu inderdaad echt aan het afronden van de dag van het ABFF 2020. Voor mij ook een heel bijzondere ervaring geweest. En het is ook een heel mooie uitdaging. Ik heb het in mijn boekje genoemd zoet uitdaging voor de juryleden. Maar ook voor mij zoet uitdaging om keus te maken voor de films die wij graag hier willen vertonen. En daar ben ik denk ik wel goed om daarin te doen samen met mijn team van het ABFF. En dan wil ik namens als eerst OBA, de Openbaar Bibliotheek Amsterdam, en mijn team van Stichting Amiro Media, mijn team van het ABFF, namens deze drie mooie groepen mensen, jullie allemaal, mensen thuis ook van harte bedanken voor jullie aanwezigheid, voor jullie meedoen met het ABFF, Amsterdamse Buurtfilmfestival. En mijn dankbaarheid gaat niet alleen maar naar de OBA, maar ook niet naar alleen maar mijn eigen team. Zonder enorme vertrouwen en goodwill, help of een steun van een aantal fonds, die wil ik ook graag allemaal noemen. Die staan wel lekker hier op mijn flyer. Onder andere ja, de OBA zelf. OBA deed ons niet alleen maar dit mooie faciliteit van de zaal, maar ook heel veel financieel. Ondersteund. Daar zijn wij heel dankbaar. Daarnaast is ook ons Amsterdam Fonds van de Kust. Die hebben het wel gezegd. Nou, wij vertrouwen in de ABFF. We doen mee. Hebben ze dit jaar meegedaan. Daar zijn wij dankbaar. En het bijzonder last minute mooie warm hart was van de buurtfonds van de postcode loterij. En VSB Fonds. Ja. De Bankgiro Loterij, dankjewel Jan. En van de VSB Fonds. En bijzonder 3 jaar achter elkaar, Birun. Dit is een heel kleine, mooi, indigenous onderneming in Amsterdam Oosten, Indische buurt. Die ondersteunt van harte ABFF vanaf begin tot nu toe. Maar dan ook independent recruiters. Die zijn de twee onze mooie, betrouwbaar sponsors. Daar zijn wij dankbaar. Ik heb natuurlijk mijn vrijwilligers bedanken, maar speciaal wil ik graag 3 hele super positief en energetiek vrijwilligers van het ABFF 2020 noemen. Dat zijn Amber, Rahel en Bernice. Zonder deze 3 dames had ik het ABFF 2020 niet kunnen doen. Dan ben ik echt, dank jullie wel, van harte. Nou, mooi bijzonder, dit is gewoon het ABFF. Het trofee van het ABFF is altijd uniek en homemade. Dat hebben wij 3 jaar met mooi oude vereisen super eten gedaan. Maar dit jaar hebben we ook nog mooi super homemade trofee gemaakt. En dat deed Sjoerd Fokking. Als laatst, ook weer onze trouwe moderators, Chris K.
Kullemans, die is net weg, denk ik. Of 2 uurtjes geleden. Maarten Bos, Jaika Kot. Die zijn onze 3 trouwe moderators. Als ik de moderators noem, dan moet ik ook de juryleden noemen. Maluki Kadat, Ahmed Larouz, Leo. Leo is niet alleen maar de juryleden, maar zij is ook voorzitter van Stichting Amiro Meda, waar Jan Dijk als bestuurslid bij zit. En dan hebben we nog de 4e moderator, Jacqueline. Jacqueline Vervoegd, die zou vandaag aanwezig zijn, maar helaas ze kon het niet maken. Jacqueline Vervoegd is ook onze trouwe jury van het ABFF. Tuurlijk, filmmakers, dank jullie wel. Maar nogmaals, het gaat om films, het gaat om verhaal voor ons allemaal samen. Maar de ervaring delen wij in deze mooi, uniek podium, ABFF. En ik geloof, we zitten nu op 5e jaar. Hoop ik ook volgend jaar nog een beetje weekendfestival van maken. En we blijven nog 50 jaar lang. Maar dat wordt dan een van de Amsterdams culturele evenementen. Als mensen van buitenaf zeggen, wat hebben wij in Amsterdam? Dan zeggen ze, oh, ABFF. Dat is mijn wil. En hoop ik dat dat gaat worden. Dank jullie wel allemaal. Jullie in de zaal, ook mensen thuis. Mensen, ik heb het een heleboel gezegd. Nou, ik zou zeggen, volgend jaar komen wij weer op het festival. Maar mag jullie wel allemaal film? En mensen thuis, mag jullie ook film? Mocht jullie wel help of steun nodig hebben, dan weten jullie hoe en waar het ABFF te vinden. We hebben ook in het najaar, volgend jaar, een mooie workshop voor de mensen die willen leren filmen. Dank jullie wel. We gaan naar huis.